Most secrets have been unveiled up till now around Kate Ryan. The choreography has, the dancers has. There's only one thing that hasn't been unveiled up till now that still is a little bit covered. I won't let you wait any longer. It's probably the most frequently asked question, and this is it. Our national hope, Kate Ryan, in the dress that she's going to wear on Thursday. Ben je nu blij dat eindelijk het grote geheim onthuld is? Ja, ik was echt zenuwachtig aan toen. Ik was kei onnozel aan toen boven, omdat ik zoiets had van oké, come on, laat mij gewoon naar beneden gaan, dat de mensen het gezien hebben. Er waren al details uitgelegd via internet vandaag. Wat vind je nu zelf van je jurk? Ik kan dat beter aan u vragen. Valt het mee of valt het tegen? Het zit het ongelooflijk. Ja, dus je vindt het mooi. Ja. En de kleur zelf, was dat heel belangrijk? Ja, oranje is mooi bij blond en ik heb een bruin vel, dus dat komt mooi uit. En met die steentjes, weet je, hier is niet de juiste belichting, dus op het podium gaat dat wel heel mooi overkomen, ja. Het is een oranje kleed, heel strak van boven, redelijk ver gedecolteerd. Vol met steentjes, maar niet volledig tot beneden. En het onderste stuk is eigenlijk in donkerroos. Dus het gaat van oranje naar donkerroos op het einde. En als er heel veel wind komt en ik beweeg veel, gaat er heel veel speling in komen. Dus dat gaat wel mooi zijn. Dus we gaan iets zien ook. Meer been. Meer been. En ik heb een heel klein shortje onderaan. Dus moest er iets te veel wind komen, dan is dat probleem ook al opgelost. Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? In overleg en één keer tekenen. Dus ze waren onmiddellijk tevreden? Ja, we hebben één voorstel gedaan, dat was dit. En we over de kleur hebben nog wat al gediscussieerd, niet echt. Maar we zijn nog wat bezig geweest over de kleur. We hadden verschillende voorstellen. Bepaalde opties. En dit was er één van. Ja, hoe zijn de reacties op de jurk? Tot nu toe tegen mij unaniem heel goed. Iedereen is tevreden? Volgens mij wel. En zijn dit nu de dingen die je echt maakt? Nee, normaal maken we inderdaad iets heel anders. Zoals? Mantelpakjes, geklede avondkleding, soberder werk. Dit is echt voor het grote gayfeest, songfestival. Ja. Eigenlijk op bestelling gemaakt dan, de jurk? Ja, het is echt showkleding, hè. Heb je voor ons enkele bekende namen van wie je klanten zijn? Natalia natuurlijk. Francesca van Tielen, ster op de dansvloer. Wendy van Wanten voor de Herenmakende Man. Gina Lisa hebben we gedaan. Voor Eurosong, weet je, Catharine Afgoustakis. Zo'n aantal. Je had ons gevraagd om in België een beetje verwarring te scheppen, omdat het kleed misschien zwart zou zijn met Swarovski-kristallen. Nou, dat was een bepaalde reporter. En die had op een gegeven moment dat hij iemand zien zitten met een zwart stuk stof met glitters erop. En het heeft toen in heel België verspreid. Hij heeft een hele rel veroorzaakt. Ja, blijkbaar waren de reacties daarop nogal ambiguous. Dankjewel. You're the man.